Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. We gaan zo meteen naar de Kamer waar Pieter-Jan de Smet na deze bewogen week het debat volgt. En ook de afschaffing van het ziektebriefje leeft weer. Roel van Giel van Domus Medica is mijn gast. Een ongeziene stakingsgolf treft de Britten, zelfs de verpleegkundige voeren actie. Ik praat erover met Igor Fieres, kinderarts in Londen, en met correspondente Fleur Launsbach. En de VN waarschuwen voor een humanitaire ramp in Haiti in de greep van cholera en gewapende bendes. Ze hebben me banaal gekoevoerd met rad voor het zaal. Ze hebben me ook een Cyril in een pandrie. Ik heb hem gehad, want ze hebben me banaal gekoevoerd met rad voor het zaal. Het is donderdag 15 december. Hartelijk welkom. Het federale parlement zit op dit moment nog altijd bijeen na de voorbije woelige politieke week. Die stond vooral in het teken van de WhatsApp-berichten over de begroting. Premier De Croo is zelf niet aanwezig. Hij woont de Europese top bij hier in Brussel. En we gaan naar Pieter-Jan de Smet. Pieter-Jan, ging het daar nu nog over de begroting? En hoe zit het met de motie van wantrouwen die zou worden ingediend? Wel, vanmiddag hier tot nu ging het eigenlijk over allerlei andere zaken. Het gaat nog wel later over die begroting gaan of over die motie. Het wantrouwen, de vraag tot ontslag van de Vlaamse oppositiepartijen. Maar dat zal pas behandeld worden heel laat op de avond. Wie weet wordt het zelfs middernacht op dat moment. Maar wat gaat er eigenlijk gebeuren? Kathleen, de Vivaldi-partijen gaan een eenvoudige motie indienen om over te gaan tot de orde van de dag. En dan vallen eigenlijk die andere moties weg. En dan is heel die kwestie van het ontslag eigenlijk aan de kant geschoven. De Vivaldi-partijen, quasi geen enkele partij is eigenlijk klaar om nu naar de kiezer te gaan of tot een volledige ontsporing te gaan van die regering. Dat is niet de bedoeling. Ze willen zo snel mogelijk de aandacht wegkrijgen van die bar slechte begroting. En ze hopen binnen de regering dat de aandacht terug naar andere dossiers zal gaan. Er was ook een parlementaire vraag over het afschaffen van het ziektebriefje. Dat blijft debat uitlokken. Ja, misschien nog even zeggen dat ziektebriefje. Vandaag, wie in een groot bedrijf werkt, kan eigenlijk, als hij één dag ziek is, gewoon thuis blijven zonder briefje. Men kan dat 3 keer per jaar doen. Maar eigenlijk op dit moment gaat er heel veel virus rond. Hè. We hebben dat nogal meegemaakt. Maar nu dus opnieuw RSV, griep, corona. En de huisartsen klagen dat ze overspoeld worden met werk, met patiënten die vragen om allerlei attesten en dat dat niet meer gaat. En dus eigenlijk zou minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke daarop willen ingrijpen en heel wat attesten gewoon afschaffen. Maar de werkgevers die staan daar op de rem. En daarover was er ook wel een beetje debat deze namiddag hier in de Kamer. We hebben nog enkele fragmenten om te tonen. De huisartsen die kunnen die toestroom van patiënten niet meer aan. De telefoon staat rood gloeiend en zij kunnen dus niet iedereen op tijd aan een ziektebriefje helpen. 9 op de 10 huisartsen geeft aan dat zij tegen een burn-out aanzitten. Domus Medica vraagt meer en zij vragen de afschaffing van het ziektebriefje zonder meer. Collega's, ik heb de oproep van de huisartsen bijzonder goed gehoord. Ik ben het daar totaal mee eens. Totaal. De weerstand bij werkgeversorganisaties is enorm. En ik roep dus om te beginnen de werkgeversorganisaties, VOCA, UNISO, VBO, op om dit conservatisme te stoppen. In Nederland wordt geen ziektebriefje gevraagd, in Scandinavische landen wordt geen ziektebriefje gevraagd. Dat helpt ook niks. Ik ga je zeggen, collega's, het is toch erger dan dat. Ik wil een elektronisch getuigschrift invoeren voor arbeidsongeschiktheid, zodanig dat men niet meer met papiertjes moet rondlopen. Wie is daar absoluut tegen? Het VBO. Die vinden dat je nog met papiertjes moet rondlopen. Het VBO. Ze hebben de mond vol over hervormen. Maar hervormen in hun eigen winkel. Oh nee hoor. Oh nee hoor. Maar ik ben heel blij van te horen
Ik ben heel blij van te horen dat de VLD men nu ook gaat steunen in de regering. Dat is goed nieuws. Ik wil toch wel eens terugkomen op het conservatisme bij werkgevers. Ik denk dat dat onterecht is. Werkgevers die knokken ook elke dag voor hun werknemers, ook voor hun werknemers. Maar ze hebben een aantal bezorgdheden en ik denk dat het belangrijk is om met de werkgevers ook in overleg te gaan. Ja, en bij ons dokter Roel van Giel, voorzitter van de huisartsenvereniging Domus Medica. Dokter van Giel, ja, dat ziektebriefje voor één dag hoeft in principe niet meer in grote bedrijven. U wil meer. U vraagt meer. Wel, wij vragen het al van het begin. Hè. Dat was een eerste stap, maar eigenlijk zijn we daar op dit moment niks mee. Er zijn, zoals Pieter Jan zegt, er zijn heel veel infecties op dit moment die de ronde doen. Ja, op één dag zijn de meeste mensen wel niet genezen. Hè. Men heeft daar 2-3 dagen voor nodig. Dat is het typische patroon van een virale infectie. Dus ja, al die mensen moeten nu toch nog naar ons komen om die 2-3 dagen afwezigheid te wettigen. Dus daarom dat wij van het begin aan eigenlijk gevraagd hadden om een ziektebriefje tot op zijn minst 3 dagen eigenlijk niet meer nodig te maken voor niemand niet meer. Want het is ook een beetje raar waarom wel in een bedrijf met meer dan zoveel werknemers en niet in kleinere bedrijven, ja, dan maakt het alleen maar ingewikkeld. Mm-hmm. Dus dat zou eigenlijk moeten uitgebreid worden. 3 dagen, zegt u, in principe in alle bedrijven. U zei het, we worden overspoeld. Hoe is de ervaring van u en uw collega's? Het is zeer druk op dit moment met mensen ook die om dat briefje komen vragen. Ja, het is al een aantal weken dat we voelen dat het toeneemt, hè, dat het drukker en drukker wordt. Het is een combinatie van een aantal zaken. Hè. We hebben 2 jaar gehad dat het bijna enkel en alleen COVID was en dat het daar altijd over ging. Maar nu zien we dat er eigenlijk verschillende virussen circuleren. Er circuleert het COVID-virus, hè, waar we ook wel terug een stijging in zien. Maar er is ook het RSV-virus. Influenza beginnen ook we beginnen gevallen te krijgen van influenza, dus van griep. Er is ook nog buikgriep dat de ronde aan het doen is. Er zijn een aantal infecties die dat doen. En het klopt, een aantal van die personen, van een aantal patiënten weten perfect wat ze moeten doen en komen eigenlijk alleen voor dat briefje. Mm-hmm. En het zijn die we graag zouden hebben dat die niet meer op consultatie moeten komen. Want laat ons duidelijk zijn, iedereen die ongerust is, zich niet zeker voelt of wil graag hebben dat het gecontroleerd wordt of over zijn kind niet gerust is, ja, die is meer dan welkom bij de huisarts. Maar er is echt een groep die heel goed weet wat ze moeten doen om dat uit te zieken. En toch komen die bij u en uw collega's zitten? Ja, die komen bij ons. Hoeveel mensen gaat het dan, bijvoorbeeld? Wel, wij schatten dat op dit moment dat toch op zijn minst 10-20% van onze consultaties is. We zien op dit moment heel veel patiënten, omdat bij veel patiënten met infecties. Die consultaties gaan ietsje sneller soms wel, dus dat maakt toch wel dat we 30-40 patiënten op een dag zien. Dus dat wil zeggen dat je toch gemakkelijk aan 5-8 patiënten daarvan, die eigenlijk met als enige reden naar je consultatie komen, omdat ze een briefje moeten hebben voor hun werkgever. Maar eigenlijk wel perfect weten wat ze thuis moeten doen om die ziekte uit te zieken. U slaakt eigenlijk opnieuw een noodkreet. Dit debat leeft al heel erg sinds vorig jaar. Hè, toen er is beslist, voor 1 dag in grote bedrijven. Toen waren de meeste verenigingen, zoals VBO en VOCA, eigenlijk woest over die beslissing. Dat zal nu niet anders zijn. Nee, ik vrees dat we daar niet zoveel evolutie gemaakt hebben. En we hebben al heel wat gesprekken ook met die werkgeversorganisaties gehad. Hoe loopt dat dan? Want dan zegt u, wij willen het helemaal anders, dit moet anders. Bent u het eens met minister Van den Broeke? Vindt u hen dan conservatief daarin? Well, ik wil dat zo niet benoemen, maar ik denk dat het wel belangrijk was om te luisteren naar waarom dat zij dat niet wou veranderen. En je merkt dat daar er wel schrik is. Hè. Er is een schrik dat als men dat briefje gaat afschaffen, dat er dan veel meer werknemers daar onterecht van gebruik gaan maken. Wij hebben dat geprobeerd met allerlei studies ook aan te tonen dat dat niet het geval is. Professor Godeers heeft daar ook redelijk wat werk rond gedaan, zowel in het buitenland en daar studies over gedaan, als in bedrijven in België die dat al toepassen. En daaruit blijkt, mensen profiteren daar niet van. Nee, dat is telkens dezelfde conclusie. Dus als je dat briefje afschaft in een land of in een bedrijf, dan leidt dat niet tot meer ziekteverzuim. En dat is waar ik wel nu vind dat we wel op botsen. Als je
keer na keer kunt aantonen dat hetgeen waar zij schrik voor hebben, en dat is een gevoel, dat is belangrijk om daar rekening mee te houden dat dat niet waar is, ja, dan moet je op een bepaald moment wel stappen vooruit durven zetten. En als u met die studie komt aandraven in dan die gesprekken die u al zo lang voert, wat zegt VBO dan bijvoorbeeld? Ja, zij blijven inderdaad zeggen dat dat volgens hen toch tot meer... De studie niet geloven. Ja, dat ze de studie niet geloven. En dan zit die natuurlijk een beetje vast. Of ze komen met wat andere voorstellen. Hè. Ja, doe het dan via teleconsultatie of via digitale weg. Maar dan denk ik, dan bewijs je nog des te meer dat het helemaal niet als controlemechanisme is. Want ja, als je gewoon aan telefoon is dat briefje moet gaan geven, dat kost mij ook tijd. Hè, want je moet een telefoon doen, je moet administratie doen, dus dat kost mij ook tijd. Maar dan heb ik ook al helemaal geen visuele controle niet meer van die patiënt. Dus dan is het echt puur omwille van de administratie. En dan denk ik van, dan moet je op een bepaald moment toch eens die bocht durven nemen. Dan moet je die stap zetten. En het zal een andere cultuur zijn in de bedrijven. Het zal een andere manier zijn om te gaan tussen werkgevers en werknemers. Dat beseffen we heel goed en dat heeft zijn tijd en nodig. Maar ja, het is voor ons is dat er absoluut een hele snelle quick win zijn om echt zieke patiënten te kunnen zien. Dat begrijp ik. Die er voorlopig niet is, die quick win. Want hebt u een idee hoe het eigenlijk loopt in bedrijven of om hoeveel bedrijven het gaat die nu wel toestaan om één dag zonder briefje thuis te blijven? Dat is een minderheid dan. De bedrijven waar het nu één dag is, dat is wettelijk vastgelegd. Dat zijn bedrijven met meer dan 50 werknemers, hè, 3 keer per jaar. Maar er zijn een aantal bedrijven die gewoon al beslist hebben op bedrijfsniveau van dat briefje hoeft niet meer. En de werknemer kan gewoon melden aan de werkgever ik ben ziek vandaag of de paar dagen ziek en ik zie gewoon thuis uit. En ook in die bedrijven merken we keer op keer dat dat niet tot meer ziekteverzuim leidt. Maar goed, we geraken daar niet door. Nee. Om te besluiten, kort nog, dokter Van Giel, op dit moment, we hadden het er al over, doet er heel wat ronde. Iedereen merkt het overal. U merkt dat ook in uw wachtzaal. Waarover gaat het precies? De griep rukt op? Dat zeker. We beginnen meer en meer patiënten met inderdaad ook griep te hebben. Ook bewezen, als we dan toch eens een keer testen, dan zien we af en toe toch wel eens ook een influenza. Maar het is meer COVID ook. Nog altijd veel RSV, buikgriep. Dus er zijn een aantal infecties die samenkomen. Dat zal waarschijnlijk nog wel een aantal weken duren. En natuurlijk, dan moet nog de griep piek echt nog bijkomen, want dat verwachten we ergens in januari. Dus het wordt in die zin nog wel wat een spannende periode voor ons. Ja, we kijken hoe hoog gaat die grieppiek zijn, na 2 jaar eigenlijk amper griep te hebben in het land. En in welke mate gaan de huidige virussen dan ook nog circuleren? En onze doel, en daar gaat het altijd om, wij willen graag de zieke patiënten zien, patiënten die ongerust zijn. Patiënten die vermijden dat patiënten, doordat ze te lang moeten wachten, dat ze ernstiger ziek worden en dat ze daardoor opgenomen moeten worden. Maar daarvoor hebben we ruimte nodig in onze consultaties om die mensen te zien. En als dan 5, 8, 10 consultaties per dag worden ingenomen voor gewoon een briefje, dan is dat wel heel jammer. Oké, de oproep is bij deze nog eens benadrukt. Roel Van Giel, dank u wel voor uw komst. En in het Verenigd Koninkrijk volgen de stakingsacties elkaar in snel tempo op. Na het spoorwegpersoneel gisteren en eergisteren staakten vandaag de verpleegkundigen. Voor de eerste keer is dat in 100 jaar. Ze voelen zich ondergewaardeerd en vragen een fikse opslag. Bovendien zijn ze met veel te weinig, een oud zeer dat alleen maar erger werd sinds de Brexit. Bram van de Putten. Tens of thousands of nurses are on strike in a dispute about pay, in the biggest action of its kind in NHS history. We're here because this government has turned its back on nursing. And when they turn their back on nursing, they've turned their back on patients and they've turned their back on the NHS. Een loonsverhoging van zo'n 19%. Dat vragen de naar schatting 100.000 verpleegkundigen die vandaag op straat komen. Eén van hen is Vicky, een kinderverpleegkundige. Check. Good boy. Chic. Good boy. Nurses were clapped for over the last couple of years out on the street. Everybody was out there clapping, thinking how wonderful we all are. But claps don't pay our bills. I have my colleagues in with me on a near daily basis, crying and overwhelmed and burnt out by the pressure and the stress that we're being faced with. De druk op de NHS, de Britse gezondheidszorg, is al jaren gigantisch en blijft alleen maar stijgen.
Meer dan 7 miljoen Britten staan vandaag op een wachtlijst voor een routine-ingreep. En ook spoed- en ambulancediensten zijn in veel regio's ondermaats. It's not good. I'll lead in trolleys like this. If your hospital is full, and more than 19 out of 20 of our beds are full at the moment, that means that it's very challenging for emergency departments to transfer patients from the emergency department onto the wards. And that, of course, increases waiting times. How far away are they? Somewhere as quickly as you can. I can't give an ECI. Where's the ambulance? They're coming. They are. I just assumed, like 90% of other people, that when you ring 999 and you call for an ambulance, that within a few minutes, that one will be with you. Na een epileptische aanval bij zijn 1-jarige dochter belt Darren de hulpdiensten. De normale wachttijd is zo'n 7 minuten, maar Darren moet 40 minuten langer wachten. Is she breathing at least twice every 10 seconds? I have no idea. The stories have gone from we waited 3-4 hours to 5-6 hours to 8-9 hours, so now you've got people waiting 9 hours for ambulances. I think that the NHS isn't just in crisis anymore. I think the NHS is failing and we are losing the NHS. And I think that this winter's pressures are going to be the thing that topples the NHS over. What do we want? How do we get it? De NHS-staking vandaag is de eerste, maar zeker niet de laatste. Ook volgende week leggen verplegers het werk neer. Een dag later staakt het ambulancepersoneel. En op 28 december is er nog een staking. It hasn't been an easy choice. You enter the nursing profession because you want to help people care for people while they're unwell. But those who are unwell today or those who are in need of care are receiving that in the hospitals. They are staffed caring for those unwell patients. We have to acknowledge that we're only here because we've been pushed to this. We have been pushed to this occasion right now of being on strike. And there will be further strikes, but we have to acknowledge that we aren't here by choice and that we've not done this on an easy whim. Ja, en we gaan erop door met Igor Fieres, kinderarts in Londen. Maar u bent net hier aangekomen in ons land. De ziekenhuizen waar u aan verbonden bent, wordt daar momenteel ook gestaakt? Nee, daar wordt niet gestaakt. Mm-hmm. Er is een enorm grote stakingsbereidheid onder de verpleegkundigen. Het zit enorm hoog, maar vooraf moest een stemming gebeuren. En er waren bepaalde drempels per ziekenhuizen bepaald. En dus bijvoorbeeld in onze ziekenhuizen werd die drempel niet bepaald. En dus daar was geen toezegging tot de staking. Dat eerst en vooral. Maar zoals gezegd, de stakingsbereidheid is zeer groot. Zeer groot. Hebt u begrip voor de acties? Oh, absoluut, absoluut. Dat is al jaren bezig. Ik ben eigenlijk verwonderd dat ze eigenlijk nu pas gestaakt hebben. Maar ik denk, COVID is daar tussen gekomen, 2 jaar lockdown en zo van die zaken. Dus dan zou het absoluut niet opportun geweest zijn van te gaan staken. Dus bereidheid is zeer groot, maar ze beseffen ook wel dat ze ten dienste staan van de bevolking. Dus ze hebben met Royal College of Nursing wijselijk besloten op een aantal afdelingen niet te staken. Dus alle intensive care wordt gewoon doorgewerkt. Ook alles wat met kinderen te maken heeft, gewoon doorgewerkt. Dus bij ons op de neonatale afdeling, waar ik diensthoofd van ben, wordt niet gestaakt. Wat zeer belangrijk is, alle chemotherapie, alle kankerbehandeling is vandaag gewoon doorgegaan. Dat is een zeer heikel punt binnen de NHS. Er zijn enorme wachtlijsten. Als een GP, een huisarts, u doorverwijst naar een specialist met de vraag zou het kanker kunnen zijn? En vanaf dat dan de diagnose bevestigd is, de wachttijd tot je kankerbehandeling start kan enorm lang zijn. Dus met andere woorden, daar is men zich bewust dat men daar niet mee kan spelen. Ja, absoluut. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste verzuchtingen? Men vraagt een heel aanzienlijke loonsverhoging. Zeer aanzienlijk. Ik denk dat het gaat om 19,4% of zoiets. Terwijl de regering op dit moment maximum 4,9% wil aanbieden. Maar uiteindelijk, sinds jaren, zijn ze achtergebleven qua betaling. Dus de inflatie is enorm gegroeid. Uiteraard dit jaar veel meer dan anders. Maar ze zijn nooit meegegroeid met hun loon. Mm-hmm. Dus het is wel terecht, die eis. Het is absoluut terecht. Als je als een pas afgestudeerde verpleegkundige
verpleegkundige verdien je iets van £27.000 per jaar. Daarvan kan je amper leven of je gezin onderhouden in het centrum van Londen. Dus het is vooral ook in Londen bijvoorbeeld dat het zeer moeilijk is om verpleegkundigen te vinden. Bovendien heeft men iets van 5 jaar geleden de studiebeurs afgeschaft. Dus als je verpleegkunde wil gaan studeren op dit moment, ja, ofwel breng je geld mee misschien van je ouders of zo om die studies te betalen. Ofwel moet je een lening aangaan, wat al bekend was bij de dokters. Die beginnen aan hun praktijk zeg maar, met een enorme lening die ze zijn moeten aangaan. Dat is nu ook hetzelfde voor verpleegkundigen. Dus de incentive om aan de studies te beginnen is al laag. Laten we het ook eens hebben over de werksituatie zelf. Want eigenlijk is het wel een somber beeld hè, dat u nu aan het schetsen bent. Werksituatie, verpleegkundigen voelen zich absoluut ondergewaardeerd en werken dan in heel moeilijke omstandigheden. Ja, ja. Ik denk als hoe je is dat dan? Als je tegenwoordig werkt op een spoedgevallen... De mensen appreciëren absoluut wat verpleegkundigen daar doen. Ook al breng je daar zeg maar, breng je uw grootmoeder binnen met een gebroken heup die 8 uur heeft moeten wachten op een ambulance thuis en dan nog eens misschien 8 uur in de spoedgevallen zelf om gezien te worden. Dus de mensen zijn wel absoluut brengen begrip op voor die verpleegkundigen. Maar langs de andere kant zijn er zeer stressvolle situaties. Er wordt letterlijk shit over die verpleegkundigen gegooid. Dat is een voorbeeld van intensive care. En spoedgevallen. Maar langs de andere kant, de verpleegkundigen bij onze afdeling, die werken er zeer graag. Het zien groeien van zo'n prematuur gedurende weken, maanden tot zeg maar een volwaardige baby. En dan bij het afscheid, als die baby naar huis gaat, als die 120 dagen bij ons is, en je krijgt dan van die ouders zo'n reuze grote kaart met tientallen foto's op van de prematuur in verschillende zalen. De verpleegkundigen appreciëren dat enorm. Maar als ze daarvoor niet betaald worden... Dan is het heel lastig. Ja. We hebben het nu over de verpleegkundigen. Laten we het ook eens over NHS zelf hebben. Daar doen eigenlijk al jaren vreselijke verhalen over de ronde. Wat is daar het grote probleem? Eerst en vooral infrastructuur, hoor je altijd. Ja. Dus er zijn een zeer groot aantal nog Victoriaanse hospitalen die absoluut moeten vernieuwd worden. Dus daar moet geld tegenaan gegooid worden. Maar ook modernere hospitalen. Er is een zeer gekend gegeven, iets van een 30-tal hospitalen, waarvan de medische directeurs een brief hebben geschreven naar het ministerie van Gezondheid, dat het algemeen geweten is, die zijn 30 jaar geleden gebouwd geweest. En toen was er een soort bouwmethode, ik ben geen architect, maar een soort beton, wat prijskwaliteit zeer goed was in die tijd, maar men wist perfect dat binnen 30 jaar er beton rot zou optreden. En die directeurs zijn bang dat het plafond van hun intensive care of van de theaterzaal gaat instorten, omdat daar zware machinerie moet aanhangen. Mm-hmm. Dat is maar één voorbeeld. Dus 30 hospitalen tegelijkertijd gaan verdiept moeten worden. Ja, wat een teleurgang eigenlijk ook die zich aan het doorzetten is. Dan heeft de Brexit daar eigenlijk nog eens een ferme schep bovenop gedaan. Absoluut, absoluut. Enfin, men dacht eerst dat Brexit een flinke schep geld zou binnenbrengen. Ik veronderstel dat bij jullie in België ook wel het beeld nog steeds bekend is van die rode bus waar Boris Johnson voor stond met de belofte dat er 360 miljoen per week in plaats van naar Europa, naar hospitalen binnen de NHS zou gaan, wat natuurlijk een complete leugen was. Okay? Nu, er is wel geld, dat moet wel gezegd worden, maar nog steeds niet genoeg. Als je van de Tories zijde bent, dus de huidige regeringspartij, die gaan zeggen, ja, maar als je naar Labour luistert, dus de andere, dus de oppositiepartij, als je daar het geld aan geeft, die gaan het geld stoppen in een bodemloze put. Dat weten we. Labour die geeft maar geld en er komt niks in huis. Terwijl de Tories hebben eigenlijk, denken velen, het plan om de NHS te gaan privatiseren. Mm-hmm. En willen eigenlijk... Ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn woorden, maar zouden eigenlijk het plan hebben om de NHS volledig kapot te laten gaan en het dan aan de mensen te presenteren van kijk, nu gaan we met een geprivatiseerde zorg naar voren komen en die gaat zoveel beter zijn. Wat voor velen dan onbetaalbaar is. Om af te ronden, er staat nog meer te wachten. U had het al over de ambulances. We zagen het ook in de reportage. Mm-hmm. Er zijn ook verhalen die we horen. Mm-hmm. Ook daar willen ze staken. Ja, dat zijn schrijnende verhalen die ik zelf hoor elke dag, want ik werk ook voor de babyambulance in Londen, waar wij samenwerken met de ambulanciers. En ook die mensen worden nauwelijks verloond. En die krijgen nog meer shit naar hun toegeworpen als ze mensen gaan helpen op straat na een ongeval of zo van die zaken. Dus het zit bij hen
zeer hoog. Maar bij hen is natuurlijk het gevaar dat er volgende week doden zouden kunnen vallen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk bepaalde criteria. Binnen zoveel minuten moet een ambulance aanwezig zijn. En ze zouden dus level 1 natuurlijk nog steeds behouden. En dat betekent, als je aan de telefoon zegt dat een persoon niet meer ademt, dan gaan ze beloven, dan gaan ze nog steeds op tijd afkomen. Maar voor alle andere zaken, zelfs ook voor symptomen van een hersenbloeding, gaan patiënten 2, 3, 4 uur soms thuis moeten wachten, terwijl dat iedereen weet dat eigenlijk binnen het uur een behandeling moet gestart worden. Ik vrees dat de bevolking niet helemaal akkoord zou kunnen zijn volgende week. Maar voor de verpleegkundigen is er nog altijd zeer grote sympathie. Oké, dat kan ik me voorstellen. Dr. Igor Fieris, hartelijk dank je voor dit gesprek. En we gaan er nog even op door in Londen zelf met Fleur Launsbach. Goedenavond, Fleur, correspondente in Londen. Hoe reageert de Britse premier eigenlijk op deze ongewone staking van de verpleegkundigen? Ja, dit is inderdaad dus nog nooit voorgekomen. Verpleegsters die weglopen bij hun patiënten en gaan staken. Dat is echt uniek. En je hoort hier wel dat Britten het eigenlijk wel begrijpen. Dat ze zulke lage salarissen hebben en zo hard moeten werken. Dat er zo'n tekort is aan personeel in de zorg. En dat ze dan zelf aan het einde van de dag bijna niet rondkomen met al die stijgende kosten hier. Maar de regering die zegt, ja, wat salaris wat zij vragen op dit moment, dat is onbetaalbaar. Bovendien zeggen ministers, als je de salarissen gaat ophogen in de publieke sector, dan wakker je eigenlijk die inflatie nog meer aan. En dan krijg je dus nog meer zo'n prijs-loonspiraal waar we niet in willen zitten. Dus er komt op dit moment volgens de regering geen salarisverhoging. Intussen worden er nog stakingen aangekondigd. We hoorden ook net de ambulanciers, maar er zijn nog veel andere sectoren. Wat staat de Britten zoal te wachten zo net voor kerstmis? Ja, nee, deze maand, decembermaand, tot en met 10 januari staakt er elke dag wel een publieke sector. Dus dan kan je denken aan de brandweermannen, aan de post, treinchauffeurs en bijvoorbeeld ook de weermensen. Dus de mensen die het weer voorspellen, ze weten direct ook niet precies welk weer het wordt. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal wel impact op het leven van Britten. Bijvoorbeeld ook de horeca die klaagt en die zegt, door die treinstakingen gaan we 1,5 miljard aan omzet mislopen. Het heeft wel echt effect op het leven van Britten. En het wordt hier dan ook de Winter of Discontent genoemd. De winter van de onvrede. Dat is een zin uit Shakespeare. Dus ja, veel Britser dan die uitspraak gaat het niet worden. Kan je in die zin spreken, Fleur, van een malaise in de Britse samenleving in de nasleep van de Brexit die alles beter zou maken? Nou, het is wel extreem hier. En dat heeft ook te maken met dat er in de publieke sector eigenlijk al jarenlang is bezuinigd. Dus mensen hebben ook weinig buffer eigenlijk. En als dan alle kosten omhoog gaan naar energie, brandstof en de salarissen blijven hetzelfde, dat voelen mensen, nou, reken daar nog bij dat we natuurlijk ook betalen nu voor een pandemie, dat we geen economische groei hebben hier. We zitten in een recessie. Al die elementen bij elkaar, die maken inderdaad dat mensen het hard voelen nu in de portemonnee. Oké, dankjewel, Fleur. Dank je. En u hoort er momenteel heel weinig over, maar in Haiti, het armste land van het westelijk halfrond, is een regelrechte humanitaire ramp bezig, zo waarschuwt de VN. Bijna de helft van de 4,7 miljoen Haitianen lijden honger en er is ook een cholera-epidemie uitgebroken. Hulpverlening is erg moeilijk, omdat gewapende groepen en bendes een groot deel van de hoofdstad controleren. In de eerste helft van dit jaar alleen al vielen er door bendegeweld meer dan 900 doden en 680 mensen werden gekidnapt. Dirk van Zundert bewerkte een reportage van de BBC. Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti. Voor zover het oog reikt is dit bendegebied, gangster paradise, maar dan in het echt. Meer dan 100 gewapende groepen zaaien hier angst en terreur. Het is ochtend in een middenklasse buitenwijk. Kort na een vuurgevecht is er een enorme machtsontplooiing van de politie. Deze keer is de politie de winnaar. Het was een battle with police officers and the bad guys. One of them died. We got the vehicle and this is one of the weapons the bad guys had
in their hands. Te midden van al dat geweld ontstaat ook een humanitaire catastrofe. Vele duizenden mensen slaan ervoor op de vlucht, volledig aan hun lot overgelaten. De meesten zijn weggevlucht uit Cité Soleil, het armste deel van de hoofdstad waar de bendes de plak zwaaien. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties moet er onderhandelen om zelfs maar hulp te kunnen leveren. Ze schatten het aantal mensen in hongersnood op 19.000 en dat op 2 uur vliegen van Miami. Non ba ka bal manger. Petit moi na à la même là. Na même maman mnie. En honger is nog niet genoeg ellende. Steeds vaker zijn er gevallen van cholera. Dit meisje van 5 heeft het gelukkig gehaald tot in een hulppost van Artsen zonder Grenzen. Niemand weet hoeveel het niet halen. En buiten de poort van de hulppost zwaaien de bendes weer de plak. De chaos in het land is zo groot dat er meer en meer stemmen opgaan voor het oprichten van een internationale militaire en humanitaire interventie. Maar niet iedereen wil dat, na slechte ervaringen uit het verleden. En anderen roepen op tot een volksopstand. Nous révolter contre l'État ça. N'a pas comme scope pour chaffirer l'État ça. Merci. In een ziekenhuis verderop ligt de 42-jarige zakenman François Sinclair. Hij kreeg een kogel in zijn arm, zomaar, op straat. Enfin. C'est mieux. On a occupé pays ça, l'instance. On a vu là. C'est bien. Claudette, een ander slachtoffer, is haar been kwijt. Het werd afgeschoten. De bendes opereren uiterst brutaal en meestal willekeurig. Maar de bendes doen meer dan schieten met vuurwapens. Een anonieme getuige vertelt hoe hij zich moest verstoppen toen een groep gewapende mannen zijn huis binnendrong. Ze me bakken al couvri ma avec rad. Rad pour prendre ça. Les vieux n'a même et Cyril et non pendri. Je fais un gaz parce que yo. C'est pas dans ma bakaban non, regarde les gars cap. Ma pas regarder non, attendre les gars cap vieux les madame moi sous. Sous cap. Veel politiemensen riskeren hun leven om de straten weer veilig te maken, maar anderen hebben hun eigen bendes opgericht of doen mee met andere gewapende groepen. De zwakke regering wordt ervan beschuldigd de andere kant op te kijken, terwijl de algehele crisis voortwoekert en meer mensen op de vlucht en in de miserie drijft. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Tijd voor de afspraak. Nog een mooie avond en tot morgen.